Ik ben Francis Carpentier, Curatorial Project Coordinator voor architectuur- en designprojecten. Ik werk momenteel rondom Victor Horta en de manier waarop kunstenaars en architecten met dit gebouw aan de slag zijn gegaan. Horta die stond erom gekend dat hij zijn architectuur echt op maat van zijn cliënteel ontwerpt. Dus eigenlijk zoals een kostuum op maat of zoals een handschoen. Namelijk het gebouw dat zeer nauw aansluit aan de specifieke functie waarvoor het gemaakt is. Er is een studio voor theater en voor film. Er is een grote concertzaal. Er zijn verschillende tentoonstellingscircuits. Horta heeft de tentoonstellingszalen op een eerder klassieke manier ontworpen. Met natuurlijk bovenlicht in alle zalen, omdat dat natuurlijk het minst rechtstreekse zonlicht toelaat en de objecten van bovenaf verlicht, wat altijd eigenlijk de mooiste verlichting aangeeft. En dan ook in de materialiteit van het gebouw, bijvoorbeeld heeft Horta voor de verschillende bezoekers eigen circuits ontworpen. Dus als je op de vloeren van het Paleis voor Schone Kunsten kijkt, wordt daar soms marmer gebruikt, wordt daar soms granito gebruikt, wordt daar soms parket gebruikt. En elk materiaal stuit eigenlijk symbool voor een bepaalde bezoekersstroom. Dus die materialiteit is eigenlijk enorm belangrijk. Dat zijn allemaal zeer precieze functies die vastgelegd waren door Horta. Maar natuurlijk is de mens altijd de mens en doet achteraf met een gebouw wat hij wil. En vanaf de jaren 30 zien we dat ook al in foto's uit ons archief die we hebben. Er zijn de foto's van het Ensor-banket, waarbij de sculpturenhal al gebruikt wordt als heel grote feestzaal. Er zijn foto's van General Motors, waarbij dat er auto's tentoongesteld staan in de sculpturenhal. Je zou kunnen zeggen dat we zitten met een gebouw dat heel, heel specifiek is ontworpen voor een bepaalde functie. En toch wordt dat gebouw op een zeer flexibele manier gebruikt voor andere functies. En dat is dus de constante spanning die aanwezig is. Een van die specificiteiten bij het Paleis voor Schone Kunsten is natuurlijk ook de soort moeilijkheid dat in de realiteit de kunsten natuurlijk ook naast elkaar, door elkaar, met elkaar doen wat ze willen. En de tentoonstellingsmuren beperken zich niet altijd tot de tentoonstellingszalen die uitgedacht zijn door Horta. Dus het is normaal ook dat de mens in zijn eigen tijdsvak altijd ook wel durft af en toe iets anders te doen. Dat je het nu wil of niet, het gebouw is aanwezig en daarmee moet gewerkt worden. Dus wie in een white box wil werken, die gaat bij Bozar toch ergens een moeilijkheid ondervinden, omdat er altijd een bestaande context is. En die bestaande context die kan deels overboord gegooid worden of die kan opzij geschoven worden, maar die kan nooit helemaal verdwijnen. De architectuur van Horta kan ofwel gezien worden als een beperking, ofwel juist als een verrijking en als een potentieel om iets te doen wat op geen enkele andere plek in Brussel kan.